Het conflict tussen Israël en Palestina zorgt voor veel beroering. Ook bij enkele bekende rijke koppen. Ik heb zo'n domme dat conflict daar ook mee. Maar mogen ze toch niet dik, hè? Ja, de laat. Ik heb er met de buik al van vol. Dat conflict is in Jeruzalem daar. Waar vroeger kruistochten waren. Dus zolang dat er heen stok dat vuur komt, verkleed ik me uit protest in kruistocht en spekerbok. Zo, jamla. Dat is zeker niet te vergezocht hoor, schatje. Dank je. Het is een beetje fris, maar het is tenminste een beter statement dan al die Instagram-pushes. Ik wil ook graag iets doen voor de Palestijn. En mijn buurman die is vandaar. En die zegt altijd van salami, allee, kom of zoiets. Dus ik dacht, als die man dat zo lekker vindt, ga ik ze blij maken. Hier maken we dus de salami. Met een persoonlijk ingrediënt. Ik lig s'nachts vaak wakker van dat conflict. En dat zweet dat ik s'nachts uitlek, verzamel ik dan voor de salami zijn zoute smaak te geven. Zout, hè? Heel zout. Al 10 de salami staan klaar aan de grens met Egypte. Het beste varkensvlees staan in moslims blij mee zijn. Voor ons komt dat conflict heel dichtbij, hè? Want ja, Olga en ik hebben al jaren een conflict over een strook in de tuin. Ze willen graag een eigen moestuintje. Voor mij oké, maar dan wel maximum 20 centimeter op een meter. Daar kun je al eens een courgette of een aubergine op zetten, hè. Ja, maar ik woon nog hier wel eerder. Zwijg, Olgaza. Je hebt al de helft van mijn wisselijke Jordaanbankrekening geplunderd, ja. Ja, dat zit in mijn zin ook. Dat is ook persoonlijk, want ik heb mijn 22e verblijf onder wisselijke Jordaan over, hè. Gezellig is dat niet bij jou. Uit solidariteit met de slachtoffers en hongerstoking. Bij andere woorden, ik stok al mijn honger, dus ik blijf één. En voilà, een hapje van de Palestijnen. Jo, kom. Maar ook een hapje van de moslims. Maar ja, ik is geen partij. Ja, een hapje van de mensen van Israël. Maar dan ook natuurlijk eentje van de Joden. Ah ja. Maar het slachtoffers zijn er om beide vierde kant. Je hebt echt een groot hart. Ah, merci. Nee, ik bedoel letterlijk van al dat opgestapeld vet. Ik wil ook mijn handen uit mijn spuuglelijke mouwen steken voor die arme slachtoffers. Dus ik ga 100.000 euro investeren in de lotto. En de winst is voor de slachtoffers. Oeh, prijs. Kijk eens aan. 1,25 euro humanitaire hulp. Daar kun je al iets zot mee doen. Ja, oké, achteraf gezien is dat nu ook niet zoveel. Maar ja, geld is ook niet alles, hè. Dat moeten die mannen daar ook beseffen, hè. Deze wijzeles van Harry is onbetaalbaar. Volgende keer, Willy is in de war. Marie Jeanne, wat is mijn mening weer over de nachtdoe? Jeanne-Marie! Natuurlijk! Ik dacht het al.